Hallo en welkom. Een damesschoen met hoge hak en bakstenen. Dat zijn voorwerpen die je niet zou verwachten op een tentoonstelling over aardewerk. Toch zijn ze te zien op de expositie Noorderwerk in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Conservator Frigo Visser van het Keramisch Museum Goedewaarde legt uit hoe dat precies zit. Onder de titel Noorderwerk wordt nog tot 8 maart in het Veenkoloniaal Museum in Veendam een expositie gehouden over aardewerkfabrieken in Noord-Nederland. Er zijn producten te zien van onder andere de fabrieken Atco, Erika en Goedewagen, zoals sieraardewerk, serviezen en tegelontwerpen. Daarbij komt ook de rol van de kunstenaar aan de orde. Het Veenkoloniaal Museum en het Keramisch Museum Goedewagen in Nieuw-Buinen hebben beiden een rol gespeeld bij de totstandkoming van de expositie. Frigo Visser is samen met onlangs overleden Fred Ootjes samensteller van de expositie en hij vertelt de reden voor deze tentoonstelling. Omdat we het idee hebben dat mensen heel vaak over Nederland spreken. Dan hebben ze het over Delft, over Gouda, Den Haag, Maastricht. Maar er was een belangrijke en er is nog steeds een belangrijke keramische industrie in het noorden. Bij het samenstellen van de expositie kwam Visser tot een bijzondere ontdekking. Voor mij was het echt een verrassing en ik heb er veel literatuur over, dat in Friesland zo'n ongelooflijk belangrijke keramische industrie is geweest. Wij laten eigenlijk ook maar een fractie zien van wat die Friezen hebben ingebracht. In feite zou je het hele museum van boven naar beneden met Friesland moeten vullen. De tentoonstelling is geografisch ingedeeld. Elke provincie heeft haar eigen expositieruimte. In de eerste zaal is aardewerk uit Friesland te zien. De oudste is deze van een meneer Bastiaanse. En dat was een schilder die voor de gebroeders Tichelaar in Makkum is gaan werken. In een typisch Friese techniek gemaakt, maar dat is ook tegelijkertijd een heel duidelijk uit Italië overgenomen techniek. Ik heb klei, op die klei smeer ik tinglazuur. En als je op dat tin met kobaltblauw ging schilderen, dan bakte het zo licht grijsblauw uit. Dat is dus anders dan wat wij het harde blauw, wat je naderhand krijgt met Delsblauw, gaat zien. Dit is een gezicht op Amsterdam, hè, de Andreaskruisen die je daar ziet. Het is het gezicht op IJ. Dit is het oude Amsterdam met hier het Damrak en daar de Nieuwe Kerk en daar de Oude Kerk. Je kunt hier in de vitrine 4 verschillende tegels zien met kleur van een traditionele Nederlandse leeuw tot geabstraheerde bloemmotieven en daar zelfs een abstractief golvend motief. En deze tegels zijn in feite waarschijnlijk reservetegels van het Drents provinciehuis. Op het eerste gezicht lijken de stenen van steenfabriek Strating uit Oude Pekela niet op de expositie thuis te horen, maar dat klopt niet. Die fabriek die specialiseert zich in voor de architectuur ontwerpen van nieuwe stenen, waarbij de traditionele Groninger baksteen door toevoegingen van chemicaliën de mooiste structuren, huidstructuren krijgt. Eigenlijk is de tentoonstelling zoals het hier ligt het concept wat wij, dat wil zeggen Fred Ootjes en ik, bedacht hebben. Deze pallets zijn de oorspronkelijke pallets van de steenfabriek Strating. Die steenfabrikanten die ontdekten dat je ook geld kon verdienen door aardewerk te maken. En de beste methode om dat te laten doen, dat was een blik Friese opentrekken. En die Friese pottenbakkers die kwamen naar Groningen toe en die hebben daar hun keramiek ontwikkeld. En hier hebben we letterlijk geprobeerd om dingen te laten zien die mensen die de Erika kennen niet zo gauw zien. Dus gedecoreerde borden, dat is iets wat exceptioneel is. Dat men in Groningen ook al vroeg nieuwe dingen uitprobeerde, blijkt wel uit dit keramisch werk. Edi de Wilde, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, haalde op een gegeven moment
Pieter Volkers van de Amerikaanse Westkust naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. En zei, moet je kijken, die kunstenaar, die Volkers, die is gedurfd, die vouwt zomaar keramiek samen. Ach, aardige was, dat was al lang gebeurd bij de ATCO. Ver voordat meneer Volkers nog moest ontdekken dat er in Amsterdam een museum stond waar hij eventueel kon exposeren. Naast oud aardewerk is er ook modern aardewerk te zien op de expositie. Zoals de silhouetflessen van Goedewagen met de omtrekken van alle vier provincies van de tentoonstelling. Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, die zijn al gemaakt. En het allernieuwste sinds september, de Duitslandfase. Omdat een bekende schoenenfabriek dameschoenen wilde gaan promoten, staat er ook een dameschoen in een van de vitrines. De grafisch vormgever, de reclamevormgever van Floris van Bommel, had bedacht, die dames van tegenwoordig, die hebben altijd in hun arm zo'n hondje. Denk aan mevrouw Paris Hilton, die heeft zo'n hondje. Die lopen niet op straat, die worden gedragen. Dus zo'n hondje met de pootjes omhoog, dat willen we als motief hebben. Er is alleen wat aan de hand. Dat afvormen, dat wil zeggen er gipsvormen van maken, dat betekende heel veel werk en tijd. En dat was te duur. Toen is besloten om de pootjes af te zagen en het dienblad er vervolgens op vast te plakken. Dus het oorspronkelijke ontwerp wat erachter ligt, is nooit geëffectueerd. En een paar honderd van deze hebben op de toonbanken en etalages van de schoenenwinkels gestaan. Opvallend is ook het soepservies van Simon de Boer. De laatste kunstenaar, en daar ben ik zelf ook heel erg mee bezig geweest, die onder de naam Flora Plateel zijn werk bracht, was Simon de Boer. Hij heeft peper- en zoutstel, een servethouder, maar vooral kijk naar het soepbord. Het soepbord, de lepel kan er nooit uitvallen. Hij heeft een brede rand naar rechts, daar kan je stokbrood op leggen. In de tentoonstellingsruimte van Overijssel is een voorbeeld te zien van waarschijnlijk de eerste fabriek die met milieuproblemen te maken kreeg. Dit is van de eerste Nederlandse kunstaardewerkfabriek uit Kampen, de ENKK. En die fabriek werd opgezet met maar liefst een startkapitaal voor de NV van meer dan 100.000 gulden in 1901... En het drama is groot, want binnen de kortst mogelijke tijd leidde het stoken met turf van de moffelogen tot een neerslag aan roet op de lakens van de buurvrouwen op de blaak. En deze fabriek is de eerste fabriek, naar mijn weten, in Nederland die om milieuredenen gesloten wordt. Heel erg toepasselijk voor nu, maar dit is dan 1902. Bij het samenstellen van de expositie is vooral ook gekeken naar de rol van de kunstenaars. Het inbrengen van die kunstenaars in de industrieën, dat hebben we proberen te benadrukken in deze expositie.